Welkom bij Wout of the World. We zijn nog altijd op een fantastische wereldreis. En de vorige keer zag je mij in Oman. En nu zijn we overgestoken naar een ander continent, want dit is Afrika. Welkom in Kaapverdië. En zo ging die avontuurlijke reis helemaal vanuit Oman. Tijdens onze reis op Kaapverdië verblijven we op twee eilanden. De eerste is Sal en dan gaan we door naar Boa Vista. We hebben een leuk Nederlands bedrijfje gevonden wat hier appartementen verhuurt en we verblijven bij hun de komende 3 weken. Ze heten Bobby Was Here. En de eerste zit in complex Porto Antigo. Het lijkt wel een klein gezellig dorpje. Ik zal jullie even ons schitterende appartement laten zien, maar ik moet zeggen, het is eigenlijk meer een heel huis. Want dit is ons fantastische balkon met uitzicht en binnen hebben we wel 2 woonkamers en 3 slaapkamers. Zoals je ziet zitten we op een prachtige locatie aan het strand bij de mooiste baai van Sal, in Santa Maria. Hier zit je goed voor een leuke vakantie, maar het is ook wel echt Afrika hoor. We genieten heerlijk van het strand in Santa Maria, maar er is natuurlijk nog veel meer te zien op het eiland Sal. En daarom hebben we deze kleine 4x4 gehuurd om het hele eiland over te crossen. Er is namelijk maar 1 grote geasfalteerde weg en de rest zijn allemaal zandwegen. Het eiland is maar net ietsje groter dan Texel, dus je kunt het in een paar dagen helemaal zien. Let's go! De eerste bezienswaardigheid die we gaan bekijken in Sal is in het noordwesten bij Burakuna. En de naam is Olhu Azul, wat het blauwe oog betekent. Het is eigenlijk gewoon een gat in de lavarotsen, maar omdat het zeewater naar binnen stroomt en de zon erop schijnt, krijg je een prachtig ondergronds blauw zwembad. Vandaar de naam het blauwe oog. Als je het zonlicht in het blauwe oog wil zien stralen, moet je tussen 11 en 1 op deze plek zijn. Het is een prachtige nieuwe dag op Sal en we rijden naar het midden van het eiland voor de hoofdstad Espargos. In het midden staat een prachtige hoge berg voor een geweldig uitzicht over het hele eiland en de gekleurde huisjes van deze hoofdstad.
Zo, en nu is het toch echt tijd voor een van de allergrootste bezienswaardigheden van Sal. Sal betekent letterlijk zout in het Portugees. En het is genoemd naar de twee prachtige zoutmeren die je kunt vinden hier op het eiland. Vandaag rijden we naar een van de twee in het noordwesten. Dat is Salina Pedra de Lume. Waar je net als in de Dode Zee een beetje kunt ronddrijven op het zout. Dus we gaan even de zwemkleren aantrekken en even lekker een duik nemen. Het is natuurlijk wel een van de grote voordelen van het eiland Sal. Ik heb een lekker eitje. Oeh, zout. Heel zout. Oh, lekker. Aan het einde van de dag, als de zon al een klein beetje lager staat, rijden we naar Shark Bay. En de naam zegt het eigenlijk al. In deze baai aan de oostkant van het eiland kun je haaien zien zwemmen. En niet van een afstandje. Ze zwemmen gewoon lekker tussen je benen door. We gaan het zien. Het is echt bizar, maar deze haaien zwemmen zelfs tegen mijn benen aan. Voor de waaghalzen dus. De komende dagen slapen we in het tweede appartement van Bobby Was Here in Moradias. Deze blokken hebben de naam van hun kleur en dit is verde. Groen. Sal heeft ons positief verrast. We zijn hier ongeveer anderhalve week geweest en met pijn in ons hart toch wel verlaten we zo meteen het eiland voor Boa Vista. Maar er is nog één ding wat we even meepakken, want verweven in de cultuur van Sal zit kitesurfen. En we gaan zo meteen naar Kite Beach om een kitesurfles te nemen. Oh yeah! En dat doen we bij de surfschool van wereldkampioen Mitu Monteiro, een Kaapverdiaanse legende. Wat een ervaring pakken we zo nog even mee. En we sluiten af met een ijskoude caipirinha en nemen afscheid van Sal. We pakken de boot richting Boa Vista voor meer avonturen. Blijf ons volgen en ik zie je dan.